hoorde in het ziekenhuis tijdens de behandelingen, dat bij vaak bij mensen na 6 jaar of 9 jaar terugkomt. Het blijft eigenlijk een beetje een zwaard boven je hoofd, ja. Ik was 62 toen bij mij kanker ontdekt werd. En dit jaar was het bij mijn dochter ontdekt, die was 43. Dus ik vond dat heel confronterend en ik voelde me zelfs een beetje schuldig. Je kunt niet veel meer doen dan ermee praten en daarnaar kijken. Hè. Maar gelukkig heeft zij niet die chemo moeten hebben. Dus ook wel een operatie, borstbesparend ook. Maar 15 bestralingen en ik had er toen in de tijd 6 chemo's en 33 bestralingen. Het is heel belangrijk dat mensen doneren, in welke vorm ook, omdat er inderdaad onderzoek nog nodig is. Ik denk dat het alleen maar kan als mensen daar iets voor geven.